Van waarschuwing. Gualamala. Nou, een waarschuwing, Gualamala. Taki aan. A atifunu sao abi un puring. A bika ati sao abi un puring. Bika te ete kwam begi atim kring. Evi ati no kring ino mante kwam begi. Da no begi e begi. Metak so aso metak mitaki. Te ati no kring. Te opofi bedi. I ati no kring. Na sai sai na dat yo oaks. Mekti de manga unu leki brada na nga sisa. Ambus kondre folak. Metak folak. Bika unu dep chin somoro. Uko bigi ugro. Da mek unu di aba forstang dati. Sa itaka nga unu taki. Kandewe shelek wang. Ano wa serius usani ete. Kandewe shelek na wang play play sani bika yap tu sot fasilibisma. China bribi. Matenda da latik ba. Atak sa mo taka nga unu dya. So ano dya wang atake ya dya. Atake o gwe. Na ala den fo kanti fa kondre. Bikawe bribi. Taku anu sosobotos ma. Wa kangkang umana nga kangkang manengre. Mekiti dede. Wang kerpen. Meku wang bigi transformasi psati de. Inala de ukufu uma masranang. Bika feti di sanuang, anuang feti funo. Meki we abi respeki gide wang di gwek bana fesi. Di feti gi unu nang adem brudu. Pea respeki datigo. Mekti de dek na puja, if yati no krimiati. Mi hopa luk. Wana takruati mek unu. Takruati. Metti de ude inakati boete. Ma tou opo. Tou opo pur attakruati disi. Metta kengi misrefi oktu. Mine pur misrefi. Mine pur misrefi. Want na lek sauta ki tok ti dewe takso tamara. U her verstang e dry. Mek u potu wanun tapon ede. Dou takang ons refi ibride tak vanaf ti de. Wan kerpen topsa wan transformasi opsa. A gerstak mi wande jama, no mi wande jam. Mi konf komitu no bikadi mi ere akari. Dam saptaki, de bigis mafuno, debe brasa un srefi, debe yep den srefi. Debe langawa anu gi den srefi. Suma no wan sap a pistori dati. Adading. Ma de wande sap a pistori dati na de wanda to chara winiko. Dananga dati mi wantai gunu. Taki un gi un sref wa anu, tak ala sang tak ja. Wacha lusukong. Giala de wan sang drive bakagi uno. Ala de wan sang drive bakagi uno sang net. Ne wan ter den srefi moro. Sa esuku akroy mol no mo. Da te tede ki sa kroy mol. Da uklari. Ap chimoni. Bikana da te chara pratikong. Da mek ti de uno sang de jaso de wan bigi four belt. Takano dati anu gida tu efeti. Mana gide dep chiwana ubaka. Dep chuan sa iko na gidewe efeti. Bikan af dat mi deja tide. Metai gung grand tangi fu unpot yesi. Mande so metaki takum krimo ati fosu teka begi. Nanga ala respeki fasi. Ugiung sref wa anu. Ala de wandi knapu jasu unemek first kel wala mala na wang. Ma respeki fasi da wepot deng fu sorry taki na later. Bikana tu sande. Leri fu sabi taki wan later. E brasa en folok. Ma wan bas e fat trap en folok. E put it under druk. En dat uno wani. Mekti de ugi wala mala o anu. Ugi wanu. Misi, pasako. Upasako, upasako. Apigi sana upasati de matay gumino de ala di na nga uno. Ma yeyo da nga uno. Asasa upasati de ugi. Au seki e bronta kwe. Oh, set the air on the top. Oh, plus the sun was a day at the sun. The sun is a moon. 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 The sun is a moon
puteki de wan puteki es di depot yes ikon jaso ide and cara offer that food de jaso nga uno bika no no de sana ipasa sa uno sabi da you sana kenapa di mek wala mala jaso di giuno agronta pu nga himal ku sabi pa mo charo sre kita we aksyon nga la respect nga sa kapasi takta pa mo men di bisi lusu sa ko bika uno ko jaso ku order ma ko jaso ku cha lusu ko dai dai pot yesi gi uno pot yesi gi abegi fu uno leki mama fu stranang mama sha mama katehu katawa cha heta tinahu katama morai sa toma kate Surinama et hebo maron en hem sa kate wo tata tak hona tati e ku Surinama bo hacha the kakang he tat hat ko Amanda sana wanda ye ye Yeah, it doesn't go.
Nou, de kroete is afgelopen. Er zijn heel wat eisen gesteld. Als we dat eisen mogen noemen. We gaan even vragen om die eisen te herhalen. Zodra die brasa's zijn gegeven. Oké, okay, laten we weer met mevrouw Simons gaan praten. Dat is mevrouw Simons, toch? We gaan gelijk zo'n deel erbij doen. Mm-hmm. Oké, okay, we gaan wel anders staan zodat we de achtergrond hebben. We gaan zo staan zodat we de achtergrond hebben. Wauw. Oké. Mevrouw Simons, als u een stap dichterbij naar ons maakt. Heeft u die eisen bij u, zodat we... mevrouw Deel? Oh, oké. Okay. Oh, jullie kennen dat niet uit het hoofd. Nou, wat zijn juist gekomen zodat we het opnieuw konden horen? Ja. Of kennen jullie ze uit het hoofd? Heb je die deze bij? Ja, we willen... Ja, dus we willen dat... Een souvenir. Nog een keer, een momentje, Als je ja. Zo staan. Ja. Mevrouw... Ik ben naar mijn taxi verrijden. Mevrouw Simons, die kroet is achter de rug. Wat is het resultaat? Pardon? Het resultaat is dat de mensen het besluit hebben genomen en hun grandma hebben geadviseerd om die goede hoofdkapitein Harold Souvenir op non-actief te stellen voor minimaal 5 jaar. Ja, en er zal ook ze hebben gevraagd een brief, dat de grandma een brief richt aan de president, de vicepresident DNA en minister Buitenlandse Zaken, om meneer Souverein het land uit te zetten. Vanwege de handelingen die hij in het binnenland onderneemt. Ja. Ik dacht dat er 6 punten waren. Ja, ik kan niet allemaal onthouden. Ja, heb je nog enkele? Ja, die mensen zijn even bezig het formateren van die lijst. Zodat we alle geschreven punten zo netjes kunnen zetten op papier voor de grandma. Want tenslotte, wat we hier hebben gedaan, is namens de grandma. En de uitslag moet ook naar hem gaan voor een goedkeuring. Alvorens we dan verdere stappen zullen ondernemen ten aanzien van wat er momenteel heeft plaatsgevonden ten aanzien van de heer Souverein en de hoofdkapitein Souvenir. Wacht dat dit zou gebeuren, dat dit de eisen zouden zijn die gesteld zouden worden door de mensen. Dat ze eigenlijk geen vertrouwen zouden. Hadden jullie dit verwacht? Zeer zeker niet, maar we weten wel traditionelerwijs, ja, de bestuurlijke orde die wij in het binnenland kennen, dat er wel straf zou volgen. Maar wat de strafregel van de grandma zelf zal zijn, dan zal hij dat samen met zijn kabinet moeten bekijken. Om daadwerkelijk wat wij hier hebben besloten, misschien meeneemt in zijn strafzaak tegen hoofdkapitein Souvenir. Maar dat is des de grandma. Dus de grandma helemaal niets doet tegen de hoofdkapitein en zegt, weet je, laat hem maar. Ik denk bij deze niet. Het is veel te ver gegaan dat er zelf, als we kijken naar wat op tafel ligt aan papier die wij hebben kunnen ontdekken, dan zien wij dat dat onmogelijk zal zijn. Want als individu en vooral die stempel die je hebt als een hoofdkapitein, dat je dat niet à la dol op papieren gaat plaatsen om eigenlijk je mensen te verraden. Dit is, als het zo mag zijn, want we gaan nog onderzoekingen doen natuurlijk, maar de secretaris van de grandma is zelf hier en heeft het beaamd, nemen we aan dat als die papieren daadwerkelijk op tafel komen, dat er altijd een straf zal zijn voor zo'n een traditioneel gezagdrager, laat me dat zo zeggen. Oké, die punten zijn... dus die besluiten die hier zijn genomen is een advies voor de grandma. Helemaal. Het volk van de grandma en natuurlijk de daar ondersteunende andere leden van andere Maron-groepen zijn dan bewust te doordrukken. Want zou de grandma zeggen van, ik ga niets doen, maar je ziet het volk staat op. En de grandma zegt altijd, zonder mijn volk,
Zonder het volk achter mij kan ik niet regeren. Dus ik denk niet dat de Graman dit blauw-blauw gaat laten. Laten we gaan luisteren naar die 6 punten die zijn aangenomen in de vergadering. Ja, de 6 punten zijn: we hebben geen vertrouwen meer in onze hoofdkapitein Harold Souvenir. De stempel moet afgepakt worden van de hoofdkapitein Souvenir. Hoofdkapitein moet buiten functie gezet worden voor minimaal 5 jaar. De heer Souverein heeft het traditioneel gezag vertrapt en de regering moet hem uit Suriname verbannen. Justitiële onderzoek over de gelden die zijn gegeven of beloofd, namelijk die euro of US dollar 300.000. De heer Souverein en Souvenir hebben onlangs de rechterlijke vonnis en intrekking van de beschikkingen door de president, ik denk, vertrapt of overtreden. Het is niet, ja? Dat is het. Oké. Ja, want die... Dit is het advies die naar de Graman gaat. Pardon? Dit zijn de adviezen die naar de Graman gaan. Jawel, dat zijn de adviezen. En er komen nog meer, want de Gramans moeten onderling ook nog vergaderen. Hè? Ja, want er is een Graman collectief nu. Dus ze zullen bij elkaar komen, misschien via de Zoom, I don't know. Maar de Graman van Quinty komt volgend week wel naar de stad. Dus ik denk dat jullie verder een bericht zullen krijgen van ons, van de organisatie die hierachter staat. Bent u tevreden met de opkomst van vandaag? Ja, helemaal. Ja, helemaal. Kunt u ons uitleggen, want voor heel veel van ons, de, zeg maar de niet-Marons, zijn er hele interessante gebruiken waar we niets van wisten. Althans, ik niet. Laat me voor mezelf spreken. Ik hoorde, wij gaan naar Ze. Dat betekent, we gaan naar... Wogwase is ook een traditioneel gewoonte van ons. Dat wil zeggen, de Okrutu, we hebben gesproken over een bepaald onderwerp. Dan moeten de mensen nu onderling gaan, een besluit gaan nemen voor wat ze van die Okrutu vinden en hoe ze het verder willen. Of hoe het afgesloten moet worden, uiteindelijk. Dus zo is het traditioneel. Wanneer er een Okrutu georganiseerd wordt, dat er groepen aan zich gaan, dus apart gaan. En onderling gezamenlijk een besluit gaan nemen. En dan geven ze het door aan de persoon die de Okrutu leidt. De kapitein heeft eigenlijk het traditionele gedrag die hij kent, hij is erin opgegroeid, heeft hij, want we waren erbij de vorige keer toen hij zo heel erg boos is geworden en eigenlijk gedreigd heeft zelfs. Waarom zou hij het traditioneel gedrag zo vertrappen? Mens, ik ben niet in zijn plaats, maar ik vind het ook raar. Ik weet niet wat daar is gaan spelen, maar ik vind het ook raar. Maar van de andere dorpelingen en mensen uit de omgeving heb ik vernomen dat het niet de eerste keer is dat hij zulke handelingen heeft en, ondernomen. Ja. Het is niet de eerste keer. Er zal dinsdag, heb ik begrepen, een persconferentie zijn, mevrouw Deel? Ja, wij hebben besloten, het is nog niet officieel, laat me dat zo zeggen. Onlangs hebben wij dan ook een kortgedingszaak aanhangende de staat gemaakt ten aanzien van dezezelfde Mennonieten kwestie. En natuurlijk hebben we de ondersteuning gehad van ook anderen die niet Maron zijn. En er is dan, zeg maar, de organisaties die dit allemaal hebben ondersteund. Ook bestaan uit natuurlijk Maron groepen, Maron organisaties. Hebben dan een bundeling gemaakt. Het gaat ook zeker om dezezelfde kwestie van Mennonieten. Maar wat er ook allemaal schuilt, waarom we een persconferentie willen beleggen. Omdat de case van Mennonieten niet nu speelt. Wij Surinamers, laat me het zo benadrukken, moeten weten dat het is iets van langer dan 1 jaar, 2 jaren gaande dat de Mennonieten zich dan zich opdringen, want ik noem het opdringen, om gronden te krijgen in Suriname om aan grootschalig landbouw te doen. En het was eerst iets van een pilot, ik denk vanuit de staat. En daarna heeft LVV dan ook gevraagd aan het ministerie van GBB om daar gronden ter beschikking te stellen voor grote landbouw in Suriname. Maar niet wetende dat het voor bijvoorbeeld voor Mennonieten zou zijn. En toen kwam de case van Mennonieten rollen. Dus er zijn zoveel meer dat we niet weten
wat voor belofte de staat heeft gedaan aan groepen van organisaties, aan individuen zelfs en stichtingen om grote lappengronden van Suriname te gaan, ik noem het verhandelen of verpanden of hoe je het wil noemen, uitgeven, ik weet het niet. Dus er moet klaarblijkelijk uit de korteringszaak die onlangs is gewonnen, dan een persconferentie belegd worden natuurlijk met alle actoren erbij die betrekking hadden op deze kwestie. Dus we plannen wel een persconferentie, maar vaste datum hebben we niet, maar we beogen op dinsdag. Gaat de grangmanger erbij zijn? Het is een persconferentie, dus het zijn de mensen die betrokken waren bij deze kortgedingszaak zullen dan hun zich gaan uiten op de zaak en natuurlijk meer inhoudelijk kennis geven wat de kortgedingszaak en vonnis is tegen deze staat alweer. Aangezien dus de kwestie van de minuten weer aan het oplaaien is binnen de samenleving, gaan jullie dit weer gebruiken of, om de grondrechten kwestie weer aan te halen bij de regering? Want het is omdat de grondrechten tory nog niet is geregeld dat mensen kunnen doen en laten nu. Het is te begrijpen dat deze zaak niet zomaar zeg maar de tribale en inheemse voorbij zal gaan. Kijk, we vechten niet nu. De vonnis is sinds 2007, als ik het goed heb, uitgekomen. Maar daarvoor had je ook de inheemse die sinds voor de onafhankelijkheid bezig zijn met hun grondrechten. En dan kan je niet voorstellen dat de regering in de regering uit dan niet zeg maar de mensen hun deze vonnis niet laat opnemen in de wet. We gaan natuurlijk weer gaan voor de grondrechten. En nu is het een nationaal issue geworden, want iedereen die hierbij betrokken is, zijn activisten, zijn milieumensen daarbuiten, die ook het anders, op een ander perspectief bekijken. We hebben nu milieuproblemen, klimaatsveranderingen en men zegt waaraan dit alles te wijten is. Dus je begrijpt dat het gaat niet alleen om het uitgeven van de gronden, maar ook de bestaansleefwijze van ons als Surinamer degelijk zal gaan verstoren. En we gaan niet als Surinamer, dat zeg ik dat, Surinamer nu, want is dat men, het is de grond die de Maron en Tribale willen hebben. Maar we zien verder dat de kies zich steeds meer uitbreidt naar andere factoren binnen de case. En natuurlijk gaat dat van de grondrechten weer gaan paardspelen. Omdat we zien dat als de grondrechten niet tot zijn uiting komt, niet op in de wet wordt opgenomen. En natuurlijk, mevrouw Monique had gesproken over de FPIC. Want dat geeft eigenlijk de vonnis de kracht. De FPIC die niet eens wil behandeld worden. Neem de wet alleen of de grondrechtenwet alleen in de grondwet van ons als Surinamer, als burger. Heeft geen kracht. De FPIC dat maakt dat de vonnis een bepaalde kracht zich gaat manifesteren en een bepaalde kracht uiten. Want dan lijkt het maar voeren, maar in elezi straf, maar is op taka voeren. Dus het is leeg dingen ga je doen. Maar wat wij van Maron en Tribale willen, is niet alleen ons opnemen in de wet dat we er zijn en dat we recht hebben op de grond. Maar de FPIC moet ook toegepast worden. En dan moet er een orgaan ook komen die controle daarop zal moeten gaan oefenen dat naleving van de wet zich hier plaatsvindt. Dus mensen, we gaan het echt niet zo laten. Vandaar dat ik vind, zoals men nu praat over het kortgeding, vandaar dat ik vind, het is mijn mening, en zoals een paar mensen weten, heb ik niet meegedaan aan een kortgeding. Omdat een kortgeding, ik vind water naar zee dragen. Ik ben eerlijk en open tegen mijn mensen. We stappen maar, is net als de organisaties die voor het vonnis hebben gevochten, toch? Ze zijn al 17, andere 20, andere 30 jaren bezig. Ze blijven maar onderhandelen. Nu komen er debatten om het volk voor de gek te houden. De binnenlands bewoners voor de gek te houden. Dat heel ding is een show wat die mensen maken om ons gewoon bezig, om ons denken bezig te houden. De man is bezig, jongen. De man is bezig naar een zaak. Maar er komt niks van terecht. Kijk, een kort geding vind ik. Als we echt iets moeten doen, dan moet de overheid, de staat, de rechterlijke macht zeggen van kijk, de gronden die zijn aangevraagd, ze zijn nog niet vrijgegeven, die worden gelijk ingetrokken. Kijk, zoals we nu praten over dat van Quinty, die 45.149 hectare, zijn de gronden die zijn aangevraagd door Terra Investor. Daarvoor wil meneer Souverein een $300.000 gaan betalen om de gramma te laten stempelen om het toegewezen te krijgen.
Daarover gaat het nog steeds. Het gaat nog steeds over de lappengronden die ze hadden aangevraagd. Waarvan de overheid zegt, we bemoeien niet meer. En die meneer Souverain die gaat nog steeds door om mensen te beïnvloeden. Om toch nog de gramma zo ver te krijgen om het door te laten gaan. Dus die meneer Souverain, ik vind als we nu weer een kort geding aangaan. Moeten we het tegen meneer Souverain aangaan. Maar de staat gaan we niet kunnen winnen. Omdat de staat zelf onze rechten vertrouwt. Trap. De rechterlijke macht, wie is de rechterlijke macht? Als ik hier ben, ook in Angami. Dat ik me kon tegen je ching of kan in Massatak, ik vrouw weer door Angami, maar ik vrouw in Massatak je daar ook in Angami. Kijk wat ze hebben gezegd, nou? Ze hebben ze gewoon gewaarschuwd. Wat voor intrekking, wat rendabel hebben we eruit gehaald uit dat vonnis? Dus ik respecteer hun denken en inziens dat ze gewonnen hebben. Maar voor mij is er nog niks gebeurd. Dat je een waarschuwing krijgt en dan zegt 10 miljoen boete. We verschillen van mening en ik zeg het. Daarom heb ik niet meegedaan. Wanneer we willen werken aan onze rechten, het is altijd. Nemen jullie het aan of niet? En straks gaan ze het aannemen. Want die mensen die nu zogenaamd debat organiseren, al dat soort dingen. Over rechten, grondrechten, een vonnis dat president is uitgesproken bij de internationale gerechtshof. Valt er niks te debatteren, valt er niks te discussiëren. En dat moeten we hebben. Dat wat we doen na Desma, we poten denk ik dat hij Desma er bezig is. Nog een jaar, dan is deze regering weg, we zijn nog bezig. Zou we bereiken? Laten we iets concreet doen. Dus vandaar dat ik me niet bezig hou met vonnis dat we de staat naar de staatsrechter brengen. Niets van ons zit in onze rechterlijke macht. No one's aan heeft traditie voor onze cultuur in een rechterlijke macht. Ze hebben niks van ons opgenomen toch? Op grond waarvan gaan ze ons berechten? Ze hebben niks. Ze gaan ons gewoon zoet houden en ik laat me niet voor de gek houden of mijn mensen voor de gek houden. Ze mogen het doen, maar ik heb mijn eigen mening, ik doe er niet aan mee. Grand thank you. Ik moet even gaan afronden met de verhuurder. Thank you. Yes. We horen het van de persconferentie. Helemaal, helemaal. Ik ga op dat, want als er een vonnis is gekomen, dan staan wij hier haaks over elkaar, vind ik niet leuk. Dit zouden we aan de kant moeten bespreken, want ze hebben me uitgenodigd en ik doe mijn mening. Een vonnis is een vonnis, als het onmiddellijk van de persconferentie... Ze is zo kalm, toch? Ze is een beetje moedig voor alles, zo lang wachten. Maar dat er een vonnis is, dat er een democratie... Oh ja, over dat vonnis is er een boete die betaald moet worden als... Ja, dus dat gaan we nog bespreken. Die gaat ons nog niet zeggen hoeveel. Nee. En daarom zeg ik vind het je haaks dat ze in de vonnis ingaat. Maar ik wil niet ingaan voordat de persconferentie er is. Omdat we weten dat wanneer er een vonnis is, dat wil zeggen dat er daadwerkelijk iets erachter meer is. Een vonnis wil zeggen, ik heb je berecht op grond van wat je hebt gedaan op dat moment. Want zitten we niet en gaan we niet naar de staat om te zeggen van, hé, we hebben een vonnis en je houdt er geen rekening mee. Dus de FPIC dwingt jou om iets daarmee te gaan doen. En dat is onze policy. We kunnen niet aan de kant zitten en kijken dat à la dol gronden worden weggegeven terwijl een vonnis daar is. We gaan ons berusten op dat wat de vonnis zegt en de staat dan aanhangende een zaak maken. En dat hebben we gedaan. En we hebben in het gelijk gekregen. Ja toch? Dat wil zeggen, er komt een boete of er komt een vergoeding of er komt een uitspraak. Wat dat inhoudt, laten we over aan de persconferentie. Yes? Ja. Ik zou dit niet meer redelijk, ik heb geleefd.